Maar ik denk wel, zoals we in de uitzending hebben kunnen zien, dat er heel wat problemen zijn in Haren. Problemen die al van in het begin ook zijn aangekondigd geweest. Het personeel is niet opgeleid, er is te weinig personeel. En daar dragen we vandaag de gevolgen van. En de vakbonden hebben daarvoor gewaarschuwd. Het is jammer dat het opnieuw zover is moeten komen. Het is maar één van de vele schandalen in een lange reeks van tragedies. En deze maal zit ik in de studio, de volgende keer zal het misschien iemand anders zijn. Ik denk dat het tijd wordt opnieuw, wat ik in het verhaal heb geschreven, dat we toch eens nadenken over een Marshallplan voor de gevangenissen om die te verbeteren. Want ik zou mijn kind niet willen toevertrouwen aan de Belgische justitie. Mm-hmm. Ik geef intussen ook mee dat we de minister hadden gevraagd, minister Van Tichelt, maar dat die zich niet kon vrijmaken. Nu, als we nog eens kijken naar deze zaak. Eigenlijk liep alles fout, wat maar fout kon lopen. Het ging om een teamleider die eigenlijk stagiair was, niet volledig opgeleid, cipier, heel erg jong, werkte eigenlijk niet op die afdeling, wist ook niet wat de omschrijving precies was voor deze gedetineerde die suicidaal was. Dan kan je afvragen, dit is hopelijk uitzonderlijk. Ik denk niet dat dit uitzonderlijk is. Ik denk dat we op dit moment echt zitten met heel veel achterstallig onderhoud. Haren is een nieuwe gevangenis. Het is een mooie gevangenis in vergelijking met vele andere gevangenissen. Maar ja, men heeft die gevangenis veel te snel geopend. Met veel te weinig personeel. Personeel dat niet is opgeleid. Heel veel mensen hebben daar op tijd voor gewaarschuwd. Maar men wou, omwille van allerlei redenen, ook omwille van die redenen van overbevolking in de andere gevangenissen, heeft men gekozen om die gevangenis te openen. Ja. Nu, de cijfers voor suïcide voor 2023, die laten ook weinig aan de verbeelding over. In de Belgische gevangenissen is er sprake van 15 op de 49 overlijdens. Ja. Vorig jaar gaat om zelfmoord. Dat is erg veel. Dat is erg veel en dat is heel veel in vergelijking met het Europese gemiddelde. Zitten we tot 3 keer boven het Europese gemiddelde. Dus ook op dat vlak scoren we bijzonder slecht. We scoren eigenlijk, als het gaat over ons detentiebeleid, scoren we over de hele lijn slecht. Dus we moeten zelf als samenleving, moeten we daar toch eens een keer over nadenken of we dat op die manier verder willen gaan. Nogmaals, als mijn kind naar de gevangenis moet gaan, dan ga ik proberen er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat die niet in de gevangenis moet terechtkomen. Want mensen worden daar onvoldoende begeleid. Men zit heel vaak heel veel uren in de cel. Er is geen enkele start voor een zinvolle detentie om ervoor te zorgen dat mensen, en de meeste mensen komen ooit opnieuw uit de gevangenis, om opnieuw te kunnen reïntegreren in de samenleving. Mm-hmm. U verwees er naar, mocht mijn kind hier in de gevangenis terechtkomen in België. U hebt daar een opiniestuk over geschreven dat eigenlijk veel reactie heeft uitgelokt. Bent u nog welkom in de wereld van het gevangeniswezen? Dat hangt er vanaf, mevrouw Kools, met wie dat ik daarover spreek. Er zijn mensen die mij een kwaad hart toedragen binnen de federale justitie. Maar ik wijs nooit iemand persoonlijk met de vinger. Ik wijs wel het systeem met de vinger. Want ik kan me voorstellen dat er ook wordt gezegd, we moeten roeien met de riemen die we hebben. Er is een ongelooflijke achterstand. Er is heel lang geleden al, we zagen het in de reportage, werk gemaakt van Haren. Het is allemaal heel complex. Het is allemaal heel complex. En ik verwijt de mensen die vandaag op het terrein elke dag proberen om er het beste van te maken. Ik verwijt die ook heel vaak of heel weinig. Het is de samenleving. Het zijn wij, de samenleving, die ervoor kiezen om hier veel te weinig in te investeren. Het is niet de verantwoordelijkheid van die teamleider van 24 jaar. Ik bedoel, het is voor die dames zelf ook vreselijk, denk ik, wat er nu is gebeurd. Wij moeten de verantwoordelijkheid nemen om ervoor te zorgen dat die detentie veel beter gaat. Er zitten 12.000 mensen in onze gevangenis. Hoe dan precies? Want we weten allemaal wat de budgettaire situatie van ons land is. Dat is inderdaad het geval. Maar die 12.000 mensen die komen vroeg of laat wel vrij. En op dit moment zitten we, afhankelijk van de bronnen, met een recidivecijfer tussen de 40% à 70%. We sluiten mensen op waarvan dat we weten dat die, eens ze vrijkomen, opnieuw misdrijven gaan plegen. Ja, dat lijkt me niet meteen een heel erg succesvol businessmodel. Dus als we daar verandering willen inbrengen, dan zullen we toch moeten nadenken over een andere manier om met mensen in detentie om te gaan. We hebben al een masterplan gevangenis als het gaat over hoeveel gebouwen dat er moeten bijkomen. We zouden eigenlijk moeten evolueren naar een masterplan. Hoe gaan we om met mensen in een zinvolle detentie? Wat gaan we doen om ervoor
ervoor te zorgen dat mensen in die gevangenis een zinvolle tijdsbesteding hebben. Ervoor kunnen zorgen dat die mensen eens vrij, dat die opnieuw hun plek in de samenleving kunnen krijgen. Ja, dat begrijp ik. Tegelijk, we hebben hier vaak in de studio het al gehad over het gevangeniswezen. Er is de publieke opinie die er totaal niet wakker van ligt en eigenlijk vraagt dat er zoveel mogelijk straffen worden uitgevoerd. Dus dit is een enorm moeilijk dossier voor de politiek. Een enorm moeilijk dossier. Je ziet dat ook. Er is het opbod voor steeds strengere straffen. Om alle straffen ook uit te voeren. Terwijl dat er wetenschappelijk onderzoek is die zegt dat bijvoorbeeld korte straffen veel beter niet kunnen uitgevoerd worden. Maar kunnen omgezet worden in een taakstraf, in een werkstraf. Er is Nederlands onderzoek. In België of in Vlaanderen is daar weinig echt zelf onderzoek over gedaan. Er zijn andere manieren om ervoor te zorgen dat mensen wel een straf kunnen krijgen. Ik denk op dat vlak dat er nog wel wat onontgonnen terrein is. We moeten misschien ook meer evolueren naar die kleinschalige detentie. De detentiehuizen die zijn aangekondigd, die er nog onvoldoende zijn. Er worden stappen gezet, maar de stappen zijn te weinig, wat mij betreft. Om af te ronden, een tijdje geleden hebt u gepleit voor een minister voor het gevangeniswezen, zoals de zaken er nu voor staan. Denkt u dat dat een realistische oproep is? Toen ik dat stuk schreef, dan ging ik er niet vanuit dat er meteen een minister van Gevangeniswezen ging komen. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat u als deel van de media, als deel van de vierde macht, telke malen als er een nieuwe minister van Justitie is, als die ook om andere reden in uw studio wordt uitgenodigd, dat u aan die persoon misschien vraagt wat hij in de periode gedaan heeft om ervoor te zorgen dat we naar een zinvolle detentie kunnen evolueren. Okay. Als er een minister van Gevangeniswezen komt, dan zal ik zeer blij zijn. Want dan kunt u die persoon regelmatig uitnodigen. Mm.